Leuk dat je kijkt. In deze video wil ik je graag Libra 8C in Veldhoven laten zien. Wij gaan dit leuke huis verkopen, gelegen op een mooi breed hoekperceel. Je kunt de auto op het eigen terrein parkeren. Ga je mee binnen kijken? Via de mooie hal betreed je de woning en in de hal zit een toilet en toegang tot de woonkamer. Het moderne toilet is geheel betegeld en heeft een mooi fonteintje met bijpassende kraan. Echt een hele fijne keuken heeft dit huis. Super modern, heel compleet. Een koelkast, vriezer, oven, vaatwasser. Je ziet jezelf hier toch al helemaal staan koken. De huidige eigenaar heeft deze woning bij de bouw meteen uitgebouwd, waardoor je een hele fijne grote woonkamer hebt. Voldoende ruimte voor een grote zithoek en een royale eettafel. In de hoek van de woonkamer heb je toegang tot deze praktische trapkast. Via de overloop op de eerste verdieping heb je toegang tot 3 hele leuke slaapkamers en de badkamer. Deze oude slaapkamer is echt super ruim. Heerlijk, een fijne grote kamer met airco en voldoende ruimte voor een groot bed en kast. Extra leuk in deze kamer zijn de ramen aan 2 zijden. Een heerlijk lichte ruimte met volop indelingsmogelijkheden. Aan de voorkant van het huis ligt deze leuke kamer waar dezelfde vloer ligt als op de rest van de eerste verdieping. Op dit moment is de kamer in gebruik als walk-in closet, maar hij is ook ideaal te gebruiken als babykamer of werkkamer. Een hele mooie badkamer heeft deze woning. Een leuk meubel, een douche, toilet en een heerlijk lichtbad. Ook de tweede verdieping is heerlijk ruim. Er is een hele leuke zolderkamer gerealiseerd met een airco. Via een poort naast de garage kun je achterom. De tuin is bijzonder royaal. Dat komt door de breedte van het perceel. En vanuit de tuin kun je aan de achterkant de garage binnen. Er is een heel groot terras, volop mogelijkheden om lekker in de zomer te kunnen genieten. Ga jij volgende zomer genieten in deze lekkere tuin van dit fijne huis? Bel ons van Pit Makelaars. Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijke bezichtiging.